Word nu lid voor maar 100 SED. Compleet met persoonlijke begeleiding. Het Gewichtenhuis. Trainen is nog nooit zo persoonlijk geweest. Sport met Chef Ellie komt tot u met de complimenten van het Gewichtenhuis. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij Sport met Chef Ellie. We praten met de voorzitter van de Surinaamse Autorally Club, de SARC, Diego Chenassen, over de rally die vandaag plaatsvindt. Diego Chenassen van de SARC, jullie hebben morgen weer een rally. Kan je kort daarover vertellen? Ja, morgen is onze laatste rally van het jaar, de Suriname Dream Café End of the Year Rally. Eigenlijk een traditionele korte rally, een middag- en avondrally. En we sluiten het rallyjaar af met deze rally elk jaar. En meestal is het heel luchtig, de traditionele wasje zit erbij, de kerstman zit erbij. Dus het is een leuke rally. Is het een stadsrally? Het is een stadsrally. Niet lang. En we eigenlijk alleen maar zo goed als... Ik denk alleen voor 99% op asfaltwegen. Dus het is een hele rally, een hele makkelijke rally. Op goed begaanbaar, dus iedereen met any auto mee kan doen. Wie zijn de uitzetters van deze rally? De uitzetters zijn Finot Sebrad Misser, Rakesh Gangaram Pandey, John de Miranda en mijzelf. Oké, nou, eenmaal jij een van de uitzetters bent. Wat is de moeilijkheidsgraad van deze rally? Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 makkelijk is en 10 heel moeilijk, zou ik zeggen dat dit in een categorie 3 valt. Een categorie 3? Ja, het is een heel simpele rally, omdat we bewust ervoor kiezen. We kiezen er gewoon voor, omdat we willen dat bij deze rally eigenlijk bepaalde mensen kans maken om die rally te winnen, die misschien het hele jaar door niet echt altijd de kans maken. Dus het veld is groter en open dan op deze manier. Oké, hoeveel inschrijvingen zijn er? We hebben 63 inschrijvingen. Oh, dat is toch wel een mooie grote rally. Betekent dus dat morgen de binnenstad van Paramaribo goed gevuld zal zijn met rallyrijders? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, de binnenstad vermijden we een beetje. We gaan een beetje richting noord en we zijn op zuid. Dus we verdelen het netjes. Het is 1 equipe per minuut die start. Dus de rijders en de auto's zijn netjes verdeeld. Dus je krijgt niet echt een ophoping van auto's op één plek. Oké, goed. Om het nog even kort te hebben over de laatst gehouden Savannah Rally. Was het een geslaagde rally ook weer? De Savannah Rally was absoluut geslaagd. Ik denk dat de rallyrijders, de sponsoren en eigenlijk iedereen over het algemeen heel tevreden was. De uitslag was super. Maar het evenement op zich was geweldig. En het is goed afgelopen, veilig afgelopen, geen ongelukken. Dus we mogen terugzien op een absoluut geslaagd evenement. Mooi. Was het dus een goed rallyjaar? Het is een relatief goed rallyjaar geweest. Ja. Kijk, de tijden zijn moeilijk. Het is niet makkelijk om nu sponsoren te vinden. Maar we hebben eigenlijk toch ervoor gezorgd dat we eigenlijk alle rallies hebben kunnen rijden. Dus op zich was het een goed rallyjaar. Het aantal rallyrijders gemiddeld per rally is wel afgenomen. Dat hebben we gezien. Daar zullen een aantal factoren mee hebben gespeeld. Maar goed, overal hebben we een goed rallyjaar achter de rug. Oké, wat zijn de voornemens voor 2018 met de rally sport? Nou, ja, we zijn bezig met de rallykalender voor 2018. Die is begin van het jaar is die helemaal ready. Maar we gaan ervan uit dat eigenlijk de traditionele standaard rallys er weer bij zullen zijn. Dus we moeten even kijken, maar we verwachten zeker tussen de 6 en de 8 rallys volgend jaar. Oké, is er misschien ook gedacht aan een rally waarbij er echt ook aan mensen wordt gedacht die nog nooit mee hebben gedaan aan een rally en eigenlijk niet weten hoe je een rally moet rijden? Well, we hebben sowieso voor volgend jaar 2 oefenrallies gepland voor beginners. Dat is eigenlijk iets dat we de laatste jaren, 2 jaren doen. En je hebt sowieso die Assyria Rotary Fun Rally ertussen. Dat is echt voor mensen die helemaal geen rallykennis hebben, maar dat is een soort speurtocht. Dus die is er ook bij. Dus eigenlijk heb je dan 3 rallies waarbij je toch wel gefocust bent op beginners of mensen die geen rallyervaring hebben. Nou, mooi. Voor morgen dan heel veel succes. Dankjewel. Ik wil nog even ook toevoegen dat de narijders van de rally van morgen zijn Anthony Davour en Ina Kalu. En die zijn er een tijdje uit geweest, maar we zijn blij ze weer er terug te hebben. Dus het wordt overal een heel leuk evenement. Nou, goed. Veel succes. Dat was Sport met Chevelli voor vandaag. Vergeet niet om deze uitzending te delen met al je vrienden. Maandag ben ik er weer. And remember,
Ambitious goals make for outstanding achievements. Luisteraars, goedemorgen. Word nu lid voor maar 100 SED, compleet met persoonlijke begeleiding. Het gewichtenhuis trainen is nog nooit zo persoonlijk geweest. As close to a rainbow you will get. London Communication.